Kom naar de Estad Rotterdam op 21 november. Een reis vol belevenis. Je kan er alles te weten komen over de SS Rotterdam. Ik ben Thomas. En wij wonen in Katendrecht. Ik vind het hier leuk wonen omdat er veel speelplekken is. En ik ook. Mijn favoriete plekjes in de wijk zijn skatepark, speeltuin en buitenpark. Mijn favoriete plek in Katendrecht is het voetbalveldje. Dit is leuk hier, omdat we lekker hard kunnen rennen en hier op kunnen. En wat minder leuk, je kan hier snel vallen en ik ben net gevallen. Dat moet je nog gaan zeggen. We zijn nu in de speeltuin. Daar ligt de SS Rotterdam. We gaan een kijkje nemen in het informatiecentrum van de SS Rotterdam. En daar is het. Daar dus. In welk jaar is de SS Rotterdam gebouwd? De SS Rotterdam die is in 1958 gedoopt. Toen moesten er nog een aantal proefvaarten gemaakt. En hij moest nog verder afgebouwd. En toen is hij in september 1959 is die aan zijn eerste grote reis begonnen. Okay. Kan je ook een keer een nachtje slapen? Als het eenmaal open is, kan je er ook slapen. Want er komt een prachtig hotel met prachtige hutten. Er zullen heel veel mensen gestaan hebben om het te waterlating te zien. Want het is natuurlijk wel speciaal hè, dat de Rotterdam hier gebouwd is. En daar kon je shuffleboard, allemaal spelletjes doen. Zie je dat hier? Een shuffleboard of je kon, hoe noem je dat, badminton kun je doen. Hier was ook een zwembad, je kon ook in bad. Ze konden ook dansen, er waren orkesten. Er werd een film gedraaid in de bioscoop. Dus er waren allerlei mogelijkheden voor de mensen. En het heeft tot 1997 dienst gedaan voor de Holland-Amerika-lijn. Hoe lang duurde die reis van Rotterdam naar Amerika? De reis van Rotterdam naar Amerika duurde, meen ik, 8 dagen, hè, Mini? 8 dagen was dat, ja. Wat is het belang van de SS Rotterdam van Katendrecht? Nou, het is natuurlijk een enorme trekpleister als die hier straks opengesteld wordt. Al die mensen die hem komen bezoeken, die komen ook allemaal tegelijkertijd een kijkje nemen op Katendrecht. Dus dat wordt heel leuk en heel gezellig. Katendrecht wordt er helemaal door opgevrolijkt. En dit was ons... Pupje. Ik moet ook zeggen, maar ik was vergeten. Laters!